Janina. Janina. En we staan hier vandaag op het verjaardagsfeest van het Jeugdjournaalfestival. Want dit jaar wordt het Jeugdjournaalfestival 25. Vandaag spelen ze Koning van Katoni. Wij zullen jullie rondleiden. Kom maar mee. En velen zullen dat natuurlijk kennen, velen zullen al films hebben gezien. Bestaat 25 jaar. 25 jaar is een verjaardag, dus bij een verjaardag hoort een taart. We hadden gedacht, we gaan één iemand uitpikken om het uit te blazen. Maar we vinden het eigenlijk fijner moest u met z'n allen blazen. 1, 2, 3. Ja, bravo. Tot straks. De film is heel wat anders dan het boek. Dat is ook geen wonder. Want er gebeurt in een boek zoveel. Dat kun je niet allemaal in een film stoppen. Dus het is veel beter om de film te zien zonder te veel aan het boek te denken. En zeggen, oké, het boek heeft de film geïnspireerd, maar het is een eigen kunstvorm. Was het makkelijk om je in te leven in je personage? Ja, ik vond het niet super lastig. Er zijn een aantal eigenschappen van Stag die ik ook wel heb als persoon zelf. En er zijn gewoon bepaalde eigenschappen die ik dan alleen maar hoef te vergroten. De zaal loopt leeg en wij krijgen honger. Hallo, wat vond je van de film? Tof. Wel eng en soms was het spannend. En is de taart lekker? Ja. Of dat de taart lekker is? De taart is zeer lekker. Oké, zeg je nog eens gelukkige verjaardag voor het Jeugdfilmfestival? Gelukkige verjaardag. Beste Jef, chef, hartelijk gefeliciteerd met je 25 jaar. Gelukkige verjaardag! Gelukkige verjaardag, Jeugdfilmfestival. Een zeer gelukkige 25-jarige verjaardag en we zien elkaar over 25 jaar op dezezelfde plaats terug. Zo, wij hebben jullie getoond dat de 25e editie echt de moeite waard is. Dus hopelijk zien wij jullie 9 februari op de opening van het Jeugdjournaalfestival. Wij vonden het echt superleuk en zullen er zeker zijn. Tot dan!